Vandaag hebben we weer wat imposter games in Among Us. Eerlijk is eerlijk, ik heb flink zitten zweten in deze potjes. Waarom? Dat zie je nu. Let's go, samen met de search. Ja, Rudy. Oké, nu kan ik op zich Rudy voor de grap wel verdenken. Als het goed is, heeft niemand me naar rechts zien gaan. Dat ik eigenlijk... Ik ga gewoon lights fixen. Oeh. Oh man, het is Erwin dan. En Saar. Nee joh. Alweer Saar. Wat? Ja, happened? Ik, Rudy en Erwin, die gingen bij Keys staan. Maar niemand heeft natuurlijk Keys. Nee. En we gingen met z'n drieën daar staan. Ik denk, dit is geweldig. Gaan kijken of er iemand nou eens toe kan lopen. Komt die al nakakken? Nee. Oh, dat is zo sad. Ja. Nee, maar het is niet leuk om op Keys eruit te gaan. Nee, maar dat was gewoon heel grappig. Ik ben het niet, maar ik dacht, ik moet daar blijkbaar meteen iets doen. Dus ik moet aanklikken. Dion, je bent daarna denk ik naar rechts gegaan, of niet? Ik hoop dat dat goed ging. Je bent daarna zeker eruit gelopen en naar rechts gegaan. Nee, ik stond bij Electrical. Oh, oké. Okay. Maar hoe de fuck is Erwin dood? Hij stond letterlijk de seconde geleden bij ons. Mijn voorwoord was Joost Erwin Nat Vlees, volgens mij. Jongens, Erwin Joost. Kijk, wat er dus gebeurde was, ik moest even wat fixen. Dus ik moest even stil gaan staan. Hoe kom je in een koele pakje? Toen zat ik chips te eten en ik liep naar beneden en daar lag Erwin. Maar omdat ik zo druk was met mijn chips, ik heb pombeer. Fucking lekker. Je raakt nu een beetje aan de chipsvingers. Dit is code gedrag. Heb ik niet gezien wie er zeg maar van de body af kwam lopen. Oké, jongens. Mijn theorie, hij heeft nu een vette chipsvinger geleed met zijn W op zijn Q. Ja, precies. Maar daar is ook nooit. Nee. Oké, wie daar liepen voor mij, die ik langs kwam, die ging backtracken om misschien een kill was in een dropship. Het was volgens mij... Joost en Erwin na elkaar. Maar die zeiden toch ook dat ze met z'n drieën daar waren, of niet? Degene die killde ging terug dropship in, want... Ik liep voor, ik heb Erwin niet meer gezien. Maar wie stond er dan in het dropship? Ja, ik, Rudy, Erwin en Dionne waren in dropship. Ik liep weg als eerste. Erwin liep achter mij aan. Maar hebben jullie Dionne uiteindelijk na de key nog de key aanhalingstekens gezien? Nee. Dionne was niet meer in dropship, dus zij is... Ze was niet meer in dropship. Ik heb verder niemand gezien. Daarom was ik ook zo geschrokken van die kill op Erwin. Siri, waar was jij? Ik liep richting labs. Nou, onder die lijkt wel een zus. Ik liep achter. Ja, in het begin. Ik ben daarna naar beneden gegaan. Oké, Isa, Siri, you're safe. Wouter? Ja, ik liep met Siri naar rechts en daarna ben ik naar beneden gegaan om te kijken. Die niet heb gezien heeft echt geluk. Maar voor is vitals. Hij gewoon of maar Rudy of Nat Vlees dan? Want dat is hij is op Joost of Nat Vlees. Het moet een van de drie die in dat dropship... Nee, ik liep als eerste weg, dus Erwin zat sowieso achter mij. Het zou goed kunnen zijn dat ik paars zag. Ik heb Erwin niet gezien, hij liep achter me. Lekker! Ik was een beetje bang dat iemand daar misschien had gezien. Ik dacht ook van, ja, moet ik zeggen dat ik daar sta? Of niet? Toen dacht ik, nou, hoeft eigenlijk niet. Ga gewoon rustig. Alright. Dan ga ik naar lab. Tenminste. Ja, ik ga wel even naar lab. Isa, kom mee. Moet even opletten dat we niet allebei eventueel kill hier maken. Oh, daar gaat lights. Oh jee. Gaat de serie daar voor de kill? Ik wil eigenlijk deze dichtgooien. Zo, dan zijn ze een beetje versloomd. Ik doe het rustig aan. No. What the fuck? Dat vleed het jongen, wat? Wat is er nu kan weer? Niet. Oké, we stonden... Oké, de lights waren uit. We stonden zeg maar op elkaar in laboratory, maar... Wel aan de linkerkant van laboratory, dus we stonden gewoon... We hebben echt gewoon een minuut lang stilgestaan. Lights gaan aan, we lopen naar de rechterkant van laboratory en ligt daar een lijk. Oh, ligt iets... Wie waren we wat? Meer? Wat? Oké, wacht. Ryan, jij weet 100% zeker dat Vlees die kill niet heeft gemaakt? Ik weet het niet, ik kwam aanlopen Ryan, en ik heb niet... Alsjeblieft, ik heb die kill gezien, niet maar... gemaakt. Was Nat Vlees ook in het schip in het begin of niet? Er waren Joost, Rudy en? Ik was AFK en Nat Vlees ook, oké. Dat is zo stupid. Maar Nat Vlees was net zo. Kijken of we hem daarmee kunnen framen. Toch? Ja, nee jongen, ik was niet zus. Oh. Weet je wat ik heb mijn hele verhaal uitgelegd en ik zag iemand toen naar boven, ik weet niet meer wie het was. En ik denk dat het dan Rudy was, maar... Nee. Luister, in de vorige ronde was of ik of Rudy of Nat Vlees. Ja, dat... Ja, maar vanuit mijn POV, ik was als eerste weg en ik backtrack. Nee, ik was als eerste weg. Erwin liep achter mij. Nee, maar ik was daarvoor al weg. Ik ben jou en Erwin nog tegengekomen op de terugweg. Ja, en daarna nog terug. Oh, op de terugweg, dat kan wel. Ik heb jou en Erwin vlak achter elkaar gezien. Ja, maar ik liep wel voor Erwin. Maar Ryan, ik kan er niet zijn geweest. We hebben de hele tijd op elkaar gestaan. Daarom kan het daarvoor gebeurd zijn.
Nee, wat was het toen lights out waren? Oké, wacht. Het is wel een beetje sus beide keren. De vorige ronde... Ik weet het, maar laten we eens praten. De vorige ronde wisten we niks van Wouter en Ryan stond op light, zei hij. Ryan, had jij Dionne gezien in de vorige ronde? Wouter was bij mij. Nee, ik was met Cindy en ik was daar naar beneden naar Vitals. Dat was de vorige ronde. Ja, de eerste toch? Ja, of hebben we nu al twee gedaan? Siri zei dat ze met Lisa was. Nee, ik liep richting Labs. En Wouter heb ik daar als laatste nog gezien, die kant op gegaan. Oh, ik dacht dat je met Isa zei. Ja, ik volgens mij liep Isa zeg maar toen de eerste ronde Labs in. Ik weet niet zeker wat Isa was, zo dat dacht ik, zei ik. Ja, lastig dit. Ja, als Ryan Dionne zag op light, dan zijn die twee clear, denk ik. Ik vind Nat ik vind het ook wel sus met Nat Vlees. Jongens, ik vind... Hoe vaak moet het... Maar niet stemmen op Siri en Wouter zijn nu... Nee, niet op 7, toch? Siri en Wouter zijn elkaar voor elkaar aan het foutje. Het klopt. Ik vertrouw ons nog echt helemaal niemand. Jullie kunnen allemaal... Ik heb de skipfout omdat het 7 is. En dat was dom, want ik had de kill gehad! Ah, wat onhandig. Zo, even dit dicht doen. Ik zie dat daar Nat Vlees eraan komt. Ik ga gewoon lekker hier bezig zijn. Hopelijk komt iemand binnen, dat ze me kunnen zien. Kom op jongens, iemand vouch voor mij. Niemand? Jullie worden bedankt. Kan ik hier iets pakken? Nee. Kan ik hier iemand in? Nee, ook al niet. Dory, gaan we voor risky play? Risky play. Risky. Ah. Oké, niemand is daar naar binnen gekomen. Dus ik ga gewoon weer naar boven. Even met de jongens. Weet je, er zijn weinig dingen gebeurd. Moet ik nou mijn eigen dingen openmaken. Nat Vlees is daar. Ik zit op cams. Oeh, Siri heeft net een kill gemaakt links onderin. Dan moet ik hier weg zijn. Het liefst eigenlijk reactor. En via midden. Even kijken als iemand eraan komt. Hallo? Komt iemand bij mij? Ik wou net vragen, Siri, was dat je niks GG's. Nee, ik dacht ook, Siri maakte een kill. Ik dacht van, oh mijn god, nee, dat kan niet. My god, nog een keer. Oké, nou moet ik eventjes aan het werk voor wat ik eerder niet heb gedaan. Ik ga ook gewoon naar rechts, weet je. Iedereen verwacht natuurlijk dat lights nu gaan. Ik zie Ryan daar. Dat vind ik wel interessant. Want als ik nu lights uitdoe en ik ga dan hier... Dan hoopte ik hem eigenlijk daar te zien. Ik zit op vitals. Ik hoopte hem daar eigenlijk even tegen te komen. Die man. Laboratory. Nou, er zijn twee bij O2. Weet je wat, we gaan gewoon wel een beetje iedereen slowen, zeker in O2 en zo. Hupsakee, lekker een beetje dingen dichtgooien. Als het goed is, komen nu twee man hier. En daar zag ik dingetje gaan. Yikes, oké, dit was een risky play. Ik heb Saar niet gezien. Dus ik ben snel weer hierheen. Kijken of Nat Vlees voor mij kan vouchen. Oké. Gaan even zorgen dat Labs dicht zit. Office doen we dicht. Rudy zien we daar ingaan. Oké. Op zich kunnen we daaruit. Ik wilde eigenlijk daar de kill maken, maar Rudy kon in ieder geval voor mijn vouchen daar. Ik kom nu naar Lights om dat natuurlijk te fixen. Jones en Henry Land. Wow. Oh, dat duurde lang. Die is al oud. Dat was een lange ronde. Waarom fixt hij geen lights, Armin? Ik heb lights gefixt. Nee. Ja, wacht, wat? Ryan, jij fixt de lights. Ik hoopte dat er wel een kill werd gemaakt ook door Isa.
We zijn op de helft van de tasks. Waar lag de body? Laboratory. Toen was ik in O2. Ja, nee, dat klopt. Ik zat op security. Jij zat in O2 samen met Henry. En toen liep jij naar boven. En ik denk van, oké, ik ga van security af. Toen liepen wij langs elkaar in de gang van O2. En toen ging lights out. Dus ik zei, oké, nu moet Erwin lights fixen. Want hij zit nu bij electrical. Als hij dat niet doet, is hij verdacht. Oké, maar voor deze kill boeide niet. Waar in labs? Zeg maar, wel een beetje voor specimen ingang. Jij was dan met twee man, volgens mij, hè? Wie was er nog meer? Wie deed daar zijn task? Het is Wouter! Zo! Ja! Waarom ja, ook alweer? Ja, hij zei ja, ik heb het ook. Ik zag jou bij weapons, Rudy. En ik ben linksonder in O2 geëindigd. Ja, alleen... Maar ik gooide wel een mesje, net zoals in CSGO, van de ene kant van de map. Nee, maar kijk, het meest verdachte hier was dat Siri en ik je eerst tegenkwamen bij Specimen, die gang. En toen kwam ik opeens tegen bij Weapons. Dus je bent onderlangs Specimen Room Lab gelopen naar Weapons. En je was een beetje in die hoek van kom. Oh, wacht. Ja, okay. Ik was daarna in kom. En we waren er tegelijk een beetje, dat is heel gek. Ter maar dat was in het begin van de game. Toen Lights uitging, toen was ik al buiten. Toen kwam ik Dionne nog tegen, die liep van beneden office naar boven toe. Mm-hmm. Toen, maar waarom liep toen je ging. Terug? Ik ben toen daarna, ja, ik liep staan, toen heb ik Rudy heb ik daar ook nog gezien, beneden. Die heeft mij ook nog gezien daar beneden, toen lights uitging. Ja, bij het, office. Het is gewoon apart dat je liep letterlijk langs electrical en die liep niet terug. Ik heb je niet gezien dat lights uit waren. Wie kwam mij tegen Rudy, wie was dat? Daar kwamen Wouter tegen, ja, dus Wouter. Toen ze hier in lab waren, lag er geen enkel like. En de body was out, dus toen nadat wij specimen rond waren gelopen, ben ik vibe gaan checken. Ik ben in ieder geval de dood voor die toen was er al een dood. Ik ging ervan uit dat hij niet in labs was, omdat we net vandaan kwamen, maar ja, Wouter... Toen heb ik hem niet gezien. Ik ben bij O2 en Weapons. En daarna naar Electrocom erheen te gaan, om het te fixen. Ik vermoed Wouter, bescherm mij, want ik ga alleen maar dood. Ja, als hij nu dood gaat, dan ben ik het. Ik heb geprobeerd me een beetje in te dekken, maar het was inderdaad gewoon heel sus. Ik ga hier gewoon Weapons doen. Daar ga ik mee bezig en ik doe lekker alles dicht. Ik hoopte eigenlijk dat Isa ook wel een kill had gemaakt, want het duurt wel lang zo. Ah, ze zitten allemaal daar. Jeez, wat is iedereen stacked. Nou, dan ga ik maar naar Vitals om te kijken of Isa een kill heeft gemaakt. Nee, nog steeds niet. We zitten op 3/4. We moeten echt iets gaan doen. Wie zagen we daar heen gaan? Ik wilde daar eigenlijk gewoon knijtershard killen. En dat ging zo slecht. Want ik klikte op kill, maar ik was niet in range. Koms? Waarom koms? Oh, dit gaat helemaal fout. Ja, ik kan nu ook daar geen kill maken. Ik hoop dat ik hier iemand net buiten sluit. Maar ook... Wat? Dat zag ik. Ja, nu gaat iedereen natuurlijk zeggen, Isa weer self-report. Wedden, dit keer is daarom het echt kiezen niet van zo. Alles. Isa, huh? Wij stonden... Oké, ik denk dat dit is gebeurd. Ik snap hier helemaal Ryan... niets van. Waarom beschermde niemand mij? Oké, Mark, even. Ryan, Natface en ik liepen dit samen. Toen kwamen we Wouter casual tegen. En toen waren we per ongeluk gescheiden, links van Specimen. En Ryan was de enige die links stond. En toen zag nee, ik, dat is niet waar. Ik was ook links. Mag, was ja, je nee, in nee, Specimen? Nee, maar ik bedoel, rechts van de deur. Wij stonden met z'n drieën stonden we daar. Ja, wie stond er bij mij? Laten we even praten. Want dat is Isa. Want Ryan stond als enige niet aan de deur. Hij was net te laat dat deurtje binnengelopen in die contamination dingetje, weet je wel. Hoe dat ook heet. En Isa, ik zag rechts donkerblauw. Ik zag rechts iets donker. En nu zelfreport ook. En ik denk dat ze ontzag en schrok. En zelf ja, maar nu gaat iedereen natuurlijk zeggen, Isa. Huh? Ja, nee, je bent het ook, Isa. Dat was de hete dag. Nee. Maar met wie stond ik nou aan die Isa. Andere kant van de deur? Met mij. Natvlees. Het is Isa, want ik was, omdat ik weg maar werd gescheiden van Siri en Ryan. Ja. Was ik bang, dus ik ging tegen die deur aan staan en ik zag het roze lichaampje van Siri. Toen zag ik wat bloed vandaan komen, maar ik zag Siri niet bewegen. Kon het een gefaalde dubbelkill zijn?
Nee, want we waren met z'n vijven daar dan toch? Zij stonden met z'n drieën rechts en ik en Wouter stonden dan links. Ja, we waren met vijf. Waar is Specimen? Waar is Specimen? Nee, bij de sluis. Wacht eens even, Isaac. Oh nee, het is sowieso Isa. Ik stond trouwens in de laboratory, zat ik een scan te doen. En heeft Isa op mij gecheckt. Daarna ben ik zeg maar naar Specimen toen gelopen en opeens is ze linksonder, zeggen jullie. Huh? Nee, rechtsonder, bij Specimen. Ik zag jou die scan doen, toen ben ik door decontamination helemaal zo gelopen. Toen heb ik die doos gedaan en toen ging licht uit. Dus toen ben ik naar beneden gelopen. Maar het is dus bij admin gebeurd daar. En bij die deur. Is het bij Siri en Isa zaten aan de andere kant van de deur, toch? Ik zat in bij het vakje bij jullie. Maar ik stond tegen de deur aan, dus ik kon zien dat het Isa was. Is het aan de kant van Specimen of aan de kant van admin? Aan de kant van Specimen. Ja, wij stonden bij admin kant. Nou ben ik alsnog voor. En ik stond aan de rechterkant van Specimen tegen de deur aan, dus Wouter. Ik zag Isa. Je voelt alleen maar, ik stond aan de andere kant van de deur. Ja, ik heb nou... als er een hete dag is. Of was dat weer dat mes van de andere kant van de map? Ja. Dus ik zit nu een klein beetje bouten daardoor. Iedereen verdenkt mij, ik sta niet eens aan de goede kant. Oké, daar hebben we Siri. Ik ga in labs. Ik wil eigenlijk deze alvast dichtgooien. En dan wil ik een kill maken door middel van het vent, want ik ben met zo weinig man. Oké, daar hebben we Siri en Natvlees. Ik moet gewoon iemand vinden. Kijk, oh shit. Daar is iemand. Ja, mijn suspicion was true. Dit was een hete daadje. Voordat we zo meteen weer iemand gaan hebben die door de hete daad heen gaat lullen. Ik zei het net al. Hallo. Bauer kilde Rudy naast me. Ik stond in Rudy. Wouter had het niet door. Kilde Rudy, liep weg. Dat is gewoon jammer. Wat? Ik was in lab. Ja, nee, je was niet in labs. Je kilde Rudy in admin. Ik was in labs net met Natalie. Ik liep vooruit. Jullie stopten eerst bij het dolf en ik zag jullie nog binnenlopen in lab. Ik zei het net al van, er gaat altijd één iemand door een hete daadje heen praten. En dat is vaak de mede-imposter. En dat was net Wouter. En nu kilt Wouter Rudy naast me, dus dat confirmed hem nog meer. De kill is een admin? Ja, de kill is een admin. We zaten op de admin tafel. Ik en Rudy zaten samen op de admin tafel. Jij liep langs ons, ging jij specimen room heen. Ik heb het helemaal niet gezien. Jij bent zeg maar langs ons gelopen richting Deacon Ja, dat klopt. Ja, precies. En wat is het ongeveer een half minuut later of zo kwam Wouter. Die swoept Rudy en loopt weer weg. Maar ik snap niet dat je zegt dat ik door anderen heen praat. Want ik sta daar in een sluis, samen met nat vlees aan één kant. Daar gaat iemand dood. Natuurlijk wil ik weten wat er is gebeurd. Nou ja, of moet ik wel stil zijn? Maar mensen die het uitpraten. Zeg maar, dat is altijd zo. Er is altijd dan, als één van je mede-imposters onder fire ligt, dan probeer je er doorheen te praten om het onderwerp te wisselen. Kijk, dit is waarom je Joost kilt als eerste. Ik weet ook niet hoe ik me hier aan kan verdedigen. Nou, niet, ik weet alleen dat ik uiteindelijk nat vlees en serie zag in lab. Kijk, het is sowieso niet Joost, want hij heeft zijn crewmate pakje aan. Ja. Ik zat gewoon in een stack op Rudy. Waarschijnlijk zag Wouter het niet. Het is sowieso Natalis niet, dus ik was even bij hem. Dus. Nee, ik ben een viking met een winterjas, ik kan het niet zijn. Ja, ik zag hun twee boven, dus ik weet niet waar Erwin of Dionne of Joost was. Ja, ik ben... Blijkbaar dus admin. Ik ben mijn manifolds aan het unlocken in Specimen. Nou, gezellig. Oké. Moet ik dan nu het onderwerp veranderen? Ja. Weet ik niet. Vertel. Wat zit... Heb nog 20 seconden. Nou ja, ik vind het een beetje raar dat Dionne een Halloween kostuum draagt. Ja, nee, dat geen Halloween meer is. Dus ik wil niet het onderwerp veranderen, maar... Voor mij is het elke dag Halloween. Ja, dat is wel weer waar. Ik vind het intimiderend, dit. Oké, Rip. Maar ik heb ook in het echte leven ook altijd mijn... Ik bedoel, chapeau. Oké, Rip, jongens! Wel leuk dat we weer terug. GG's. Mijn ronde 1 deductie. Mijn spreekbeurt van 2 minuten lang op Wouter. Kom op. Wat is het nou? Wat was het nou? De lights waren uit. Ik met jou delen. Dat was super mooi. Ik loop van Joost af. Er waren daten 3 man in admin. Ik hoopte zo dat je door de lights me niet zou zien. Ah, wat een jammer einde. Ik hoop dat ze nog iets leuk vonden. Smash dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Check ook deze video voor wat betere imposter games. Check it out.